De toeristensector bevindt zich in een crisis. Het is daarom van belang tijdig in te spelen op de problemen waarmee de ondernemers binnen de toerisme-industrie te kampen hebben. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft naar aanleiding hiervan oplossingsmodellen gepresenteerd te Colakreek. Directeur Rabindra Buddha geeft aan dat het directoraat toerisme alles in het werk stelt om middels decentralisatie invulling te geven aan de diverse knelpunten binnen de sector. Nou, u weet dat het toerisme wereldwijd zwaar onder druk staat door de coronapandemie. En Suriname is er ook niet bespaard gebleven. We weten dat de sector helemaal stilstaat of vrijwel stilstaat. En om daarop een beetje in te spelen en ook beleid dat wij nu maken om verder uitwerken om het lokaal toerisme te promoten. In dat kader hebben wij vandaag hier met een aantal DC's gesproken om te kijken hoe wij het lokaal toerisme samen met de DC's en hun personeel kunnen aanpakken per district. De toerismesector is de op drie na grootste industrie ter wereld. Het is daarom belangrijk om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Minister Albert Jubitane benadrukt dat er hiervoor een ketenbenadering nodig is. De voorbereidingen zijn getroffen, gesprekken zijn gevoerd met collega regionale ontwikkeling en sport. En het idee is, iedereen vindt dat werkbaar, omdat nu er komen geen toeristen of weinig toeristen. Laten wij zelf in Suriname de districten nu gaan positioneren en gaan branden op basis van de potenties die er zijn, de mogelijkheden die er zijn en die ontwikkeling ook te gaan brengen. En daar hebben we dus de ondersteuning van elke burgervader of burgermoeder nodig. En vandaag hebben we gevraagd, de presentatie verzorgd door de directeur van het directoraat toerisme, om aan te geven welke richting we opgaan met toerisme. Laten wij nu dus ook alvast de hand in eigen boezem steken en die ontwikkeling aanpakken. De COVID-19-pandemie heeft veel economische schade aangericht aan ondernemingen binnen de toerismesector. Het is daarom extra belangrijk om een eigen identiteit te ontwikkelen voor de toerisme-industrie. Initiatieven hiertoe moeten niet alleen vanuit de overheid komen. Op beurzen zijn de verschillende actoren binnen de sector. Ik noem maar de hotels, de resorts, de tour operators, de luchtvaartmaatschappijen, die allemaal hun eigen verhaal vertellen. Maar het groter verhaal ontbreekt. Wat biedt Suriname alleen dan hotels? En mensen moeten ons anders gaan zien in de wereld. Suriname heeft 93% regen nodig. Wat doen we ermee? Dat kan ook in dat verhaal opgenomen worden. Waarbij een toerist ziet, ik ga naar een land, of het groenste land ter wereld, 93% regen wordt. Ik ga naar daar. Er zijn verschillende mensen, verschillende bevolkingsgroepen, verschillende culturen, verschillende eetgerechten. En de mensen zijn warm.